Goedemorgen. Ik ben hier al in Gamerwolde onder de rook van Groningen. Hier is GNB Gastechnieken bezig aan een biogasinstallatie. Er moet een of ander roerwerk vervangen worden van bovenaf. En dat doen ze ook met stikstof. Nou ja, een heel ingewikkeld verhaal. Ik snap er eigenlijk helemaal niks van. Dus we gaan maar eens even kijken wat ze hier nou echt aan het doen zijn. We zijn op het moment hier bezig om een menger van onze slipgistingtank te vervangen. Die vorige visie is weg geweest. We doen dit samen met GNB. GNB die doet voor ons alle gastechnieken hier voor de biogasinstallaties. En hun zijn de experts in het wisselen en de werkzaamheden met biogas. Naast me staat Bartele Posma. Bartele die is van GNB Gastechniek. Bartele, wat zijn we hier precies aan het doen? Nou, we zijn hier vandaag voor het wisselen van een menger op de RWCT van Garmerwolde, waar wij in samenwerking met het waterschap en Schulzer een van de mengers van de slipgistingstanks wisselen. Deze is wegens een defect hersteld en is vandaag teruggeplaatst. Naast me staat Stefan Soeren van de Zulster. En hun zijn de partij die de gasmenger hebben gereviseerd. Of slipmenger is het eigenlijk, hè? Ja, hier staan we bij een Scaba Roerwijk. Deze is gereviseerd bij ons in de fabriek in Zweden. Ja, we gaan hem vandaag in samenwerking met GNB gaan hem terugplaatsen. En ja, kijken hoe dat gaat lopen. En om daar veilig aan te kunnen werken, hebben wij een stikstofdeken van bovenaf in de slipgistingstank geblazen om niet in aanraking te komen met het biogas. Om zo weinig mogelijk gas te hebben, is de gistingstank al een aantal weken geleden door het waterschap langzaam uitgehongerd, waardoor de gasproductie op dit moment ook nihil is. Voor de extra veiligheid hebben ze eigenlijk nog onafhankelijke adembescherming op het moment dat ze bovenop de tank aan het werk zijn, hè? Ja, die stikstof is ook zuurstofverdringend, dus ook daarom werken we met onafhankelijke adembescherming. Maar dit voorkomt op alle manieren dat de monteurs in aanraking komen met schadelijke stoffen of met het gas. Naast me staat Arjan Plezier. Arjan is monteur bij GNB Gastechnieken en nog niet zo heel lang in dienst. Nee. Hoe bevalt het, Arjan? Ja, ontzettend goed. GNB is een prachtig bedrijf, ontzettend groot, grote organisatie, professioneel. En op de veiligheid ook echt gefocust en gericht, wat een enorm pluspunt is, ook de beste natuurlijk. Ja, ik vind het ontzettend leuk om hier te werken, uitdagende projecten. Nou, vandaag in Garmerwolde ook een mooi project neer mogen zetten. En leuk om daar een deel van te mogen uitmaken van deze organisatie. Zo, dat was hem alweer, deze vlog over GNB Gastechnieken in Garmerwolde. Ik ben een heleboel wijzer geworden, ik hoop jullie ook. Zou je dit soort uitdagingen ook wel aandurven? Kijk dan eens op www.werkenbijgnb.eu. Zou je gewoon willen weten wat GNB verder wel zoal niet doet? Kijk dan eens gewoon op www.gnb.eu. Tot de volgende keer. Hoi hoi.